Hallo kijkers van Rijms 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij weer verder met een heleboel zijmissies. Tenminste, niet alleen maar zijmissies. We gaan natuurlijk ook weer in het begin verder met werken aan de encyclopedie over de gewone man. En dus gaan we weer allereerst langs de miner die er weer niet is. Is die miner ooit thuis? Echt, hij is echt bijna nooit... Hey, hij is thuis. Je hebt het nog net niet gezegd, of hij is alweer thuis? Oké. Maar de mijner is thuis, dus dat is hem. Zijn jullie nou weer met die gang bezig? Jongens, dit schiet niet echt op, hè? Dit schiet niet echt op. Die mijner houdt namelijk de timmerman de hele tijd bezig. Waardoor die timmerman niks nieuws kan gaan doen. En die mijner doet ook niks nieuws. Want dat moet duidelijk aan die mijngang gewerkt worden. Ja, gelukkig hebben we nieuwe mensen in het dorp sinds gisteren. Namelijk herbergiers. Als je dat zo kan noemen. En misschien zijn die wat nieuws aan het doen. Zou best kunnen. Misschien dat die wat nieuws aan het doen zijn. Dat kunnen we maar op, dus komen we maar op één manier achter. En dat is door even te kijken wat ze aan het doen zijn. Even kijken. Deze meneer is met het vlees bezig. Deze mevrouw is vlees aan het koken. Hoppakee. Dat ging snel. Ja, ik zie het mevrouw. Nou, ik vind het op zich nog wel heerlijk uitzien. Maar holy damn, dan ging ik snel met die herbergiers. Gisteren al in het dorp ontvangen en nu is meteen al de endsclub die over de gewone man over de herbergiers klaar. Gaat snel. Oké, in ieder geval, nou dan gaan we op weg naar het landhuis. Om daar eventjes ons konvooi weer bezig te houden. En zo weer gratis geld voor ons te laten maken. Onze AIO's aan het werk te zetten. En dan weer verder te gaan met de zijmissies. Want daar heb ik echt heel erg zin in vandaag. Echt, je kan niet geloven hoeveel zin ik daarin heb. Daar zijn zij missies. Ik vraag me af of ik daar binnen loop. Of ik dan... Missie start? Nee, oké, mooi. Want anders kon ik de boekhouding niet bijhouden. Tenminste, is ons konvooi sinds de vorige keer terug. Want ik weet niet of ik een mail... of ik een bericht heb gezien daarover. In 4 seconden. Oké. Daar gaan we wachten even 4 seconden. Ik vind dat helemaal goed. Hey, kijk, daar is het al. 4 seconden, nou dat ging snel. Oké, we hebben alles binnen, die 300 florijnen, dat is niet heel veel. Maar weet je, al het geld is welkom. Tenminste, we kunnen toch ook nieuwe dingen kopen vanaf nu? Nou, dan moeten we even zo. Voorraad, ja. Want we hebben nu nieuwe mensen. Volgens mij verkochten hun ook wat dingen. Dus we kunnen even kijken of we wat nieuwe dingen kunnen kopen. Hey, we kunnen kruiden kopen, allereerst. Gewoon zoveel mogelijk. Gewoon helemaal vol. Dan hebben we dat tenminste in de aanbieding. Ik weet niet waar we ermee moeten, maar dat maakt er misschien niet heel veel uit. Oké, mooi. Jagen. Oh, vossenvacht. Oké, hadden we nog niet. Blijkbaar nu wel. 1000 florijnen. Beetje duur, maar we hebben het gisteren voor een huis weggegeven. Nu geven we het weg voor 10 vachten. Koop ik liever een huis. Oké, in ieder geval... verkochten we echt totaal niks. Nou, het zou best kunnen dat ze niks verkochten. Oké, dan gaan we nu verhandelen. Mooi, dan gaan we gewoon... Want Connor heeft 3 appels. Ik weet niet hoe Connor aan die appels komt. Maar Connor, als jij graag appels verkoopt... dan moet jij dat vooral doen. Nou, dan verkopen we die appel. Oké, daar krijgen we 60 florijnen voor. Dat is bijna niks. Maar we zijn wel van die appels af. Oké, en dan weer wolventanden. Ik vind het wel leuk dat nu juist... Die andere meneer, deze, die we bijna niks verkocht hadden, ja, dat hij nu wat heeft. En dat hij graag die dingen opkoopt. Want we hebben bijna nooit iets verkocht. En niet dat het veel uitmaakt, want het is echt heel weinig geld. Maar alsnog, gratis geld is gratis geld. Oké, mooi. Wolventanden, hoppakee. En konvooi versturen. En dan krijgen we ongeveer 250 florijnen. Dat is letterlijk niet zo heel veel. Maar, als je bedenkt dat we dat krijgen door letterlijk niks te doen, nou ja, doen wat we net hebben gedaan, is 250 florijnen makkelijk verdiend. Oké, laten we even onze AIO's nog eventjes, noem je dat, een nieuw contract aanbieden. Hey, ze hebben XP verdiend. Mooi, wat kunnen ze hier trouwens nog doen? Leer een man vissen, dat vind ik heel mooi. Maar we gaan gewoon met een nieuw gebied bezig. En dat is natuurlijk dit gebied. En dat, hoe heet dat gebied? New Hampshire. We gaan New Hampshire overnemen.
Verkenners van de Tempeliers. Couriers van de Tempeliers zijn in en rond Portsmouth gesignaleerd. Vang ze en ontdek wat ze van plan zijn. Jongens, als jullie dat nou eens even gaan doen. Of 100%. Nou, succes. Als je dat kan, moet je dat vooral doen. Dan stuur ik die andere twee mensen wel om een man te leren vissen. Dus 15%. Dat is echt heel weinig. Maar ik vertrouw erop dat jullie het kunnen. En anders, jammer voor die man dat hij niet kan vissen. Maar je hebt het tenminste geprobeerd. Maar oké, jongens, dan gaan we nu de missie accepteren van Achilles. Achilles, wat voor zijn missie heb je voor ons? Zeg het eens. Geheimen van het huis. Zit er nog meer geheimen in het huis? Ik dacht dat die lamp al heel vet was. Nou, vertel maar. Ik vind het interessant. Missie starten. Kama, come with me downstairs. Oké. Should I search for something to fill that space? No rush. Eventually the right piece will present itself. Ja, daar kom ik. Dat, tenminste, hoe ga ik dit beste formuleren? Dat denk ik ook van wel. Oké, ik wil best iets ophalen uit de kist. De cave entrance is blocked with heavy stone and will need to be cleared one way or another. Ja, maar wat ligt er dan in die kist? Dan ben ik benieuwd nu. Praat met Norris over zijn explosieven. Oké. Ga even Norris vragen over zijn explosieven. Die heeft Norris hopelijk wel. En anders, hebben wij... Nee, we hebben geen granaten. We hebben geen granaten. We hebben geen explosieven. Dus, we hebben ook geen struikelmijnen meer. Dat was Assassin's Creed Revelations. Nou, dan zullen we echt Norris moeten gaan spreken over zijn explosieven. Oké, maar gelukkig kunnen we daar heel snel naartoe. Door hier naartoe te snel reizen. Dat kan dus ook niet. Ja, dan kunnen we daar naartoe door te gaan rennen. Dat gaat op zich ook nog wel snel. Is er ook echt geen paard? Nee, er is geen paard hier op stal. Oké, dan gaan we rennen naar Norris. En dan Norris vragen of hij wat explosieven heeft. Zal je net zien dat het op is? Nou ja, tenminste, ik vraag me dan af waarvan. Maar ik bedoel, ze zijn de hele tijd die gang aan het verstevigen en niet aan het uitbreiden. Dus als hij nog explosieven heeft, als hij explosieven gebruikt, dan zou hij nog echt heel veel over moeten zijn. Want hij heeft het niet verder uitgebreid. Nou, we zullen zien of hij het over heeft. Connor, niet het riviertje inspringen. Ik vind het een heel goed idee om op zo'n mooie, warme dag, met de zon schijnt en hier leuk in het bos, even een frisse duik te nemen. Maar dit is eventjes niet de tijd ervoor. Dat doen we een andere keer. Een andere keer nemen we even een leuke duik naar beneden. Nu gaan we gewoon even naar Norris toe. Want Norris is onze mijner. Dat wist ik nog wel. Want een herbergier heeft trouwens überhaupt niks met explosieven te maken. Oké, 140 meter. We zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Oké. We zijn er steeds dichterbij. Ik vraag me af, zou de timmerman er deze keer ook bij zijn, of is hij ondertussen bij zijn eigen dingen bezig? Nou, we kunnen zien. Misschien dat hij zometeen, als hij met explosieven bezig gaat, iets nieuws doet. Dan kunnen we hem weer scannen van de encyclopedie over de gewone man. Kijk, dat is gewoon heel simpel. Als we dat kunnen op die manier aanpakken. Is Norris hier? Daar is Norris. Kunnen we Norris scannen? We kunnen hem niet echt scannen, maar hij is wel met iets nieuws bezig. Praten. We kunnen het niet... Nee. Oké, nou dan gaan we praten. Norris, zegt het eens. Of heb jij misschien explosieven? Ik denk dat dat een betere vraag is. I'm going to fetch something for the old man. And he told me there might be some stone that requires clearing. Yeah? I will bring my explosive. Oké. Nou, dat is aardig. Geheimen van het huis. Volg Norris naar de ingang van de grot. Norris, dan moet je niet te snel gaan. Met je explosieven. Want de vorige keer dat Connor explosieven droeg, vlogen ze alle kanten op, behalve de kanten op waar hij naartoe moest. Dus let even op met de explosieven. Ja, dat wou ik dus ook zeggen. Ik weet niet of ze een... Nou, dat kan. Ja. Ga je gang. Dat zou ik echt niet weten.
Je kan het proberen. Wie die wagen die wint, Norris. Maar waar is die cave trouwens? Is die hier? I see why he encouraged me to enlist your services. Wat probleem? Hoe? Wacht even. Norris, hoe weet jij dat daar een cave zit? Want ik zie niet echt een ingang van een cave. Ja, misschien dit. Maar dit ziet er meer uit als een rotswand. Oké, nou ja, schiet op de explosieven om de weg vrij te maken. Mooi. We pakken even ons pistool erbij. Mooi. En dan gaan we knallen. Ja, die is open. Bienvenue. Doesn't look safe in there. Be careful. I'll be at the mine. What you said about Miriam is interesting. Wat, dat ik niet wist of ze een man had. Nou, ik wens je veel plezier. Ga maar dan praten. Wie die wagen die niet wint. En wij gaan deze grot in. Om even te kijken wat er nou in de kist zit. Die Achilles ons wil laten halen. Maar er moet wel iets heel speciaals in zitten. Waarom gaan we... Stenen, waarom... Waarom als ik er net aankom? Of als wij er net aankomen? Wacht even, dan moeten we onderdoor glijden. Dat doen we zo. Oké. Mooi. Het ziet hier wel mooi uit. Deze grot. Ik heb zo'n idee dat dit ding echt heel erg gaat instorten. Ik vraag me af of hier kisten verstopt zijn. Dit zou echt zo'n typische plek zijn om kisten te verstoppen. Zou best kunnen. Even kijken, we gaan naar links. Want dat ziet er leuk uit, denk ik. Ik weet niet. Hé, het wordt dieper. Dat is wat she said. Oké, in ieder geval... ik heb even een schorre keel. Even een glaasje drinken nemen. Mooi. Oké, dan gaan we weer door. En... Ja, het ziet er goed uit. Oké. Hoeveel meter is het? 40 meter, dat stelt niks voor. Ik ben benieuwd wat er in die kist zit. Het wordt al minder diep. Mooi. Waar is die kist? Hier om de hoek. Kistje, waar ben je? Oh, nog een paar meter verderop. Oké, geen probleem. Geen probleem. Wordt meer een probleem. Hoe hoog is dit? Dat wil ik niet eens weten. Veel te hoog. Nee, kom... Connor, ik zeg net, je wilt niet weten hoe hoog het is. Het is echt veel te hoog. Ik vind het heel leuk dat jij voor de wetenschap even wilt kijken van, hoe hoog is het precies? Maar laten we even afspreken, Connor, dat we dat niet gaan doen. Ik vind de wetenschap heel erg leuk, maar niet als je je leven erop gaat zetten. Oké, nou in ieder geval hop, 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 hop. Echt, de boel die stort echt in alsof het niks is. Hé, hey, hier is de kist. Ik hoop dan ook dat er iets waardevols in zit. En niet bijvoorbeeld één florijn. Dat zou echt heel weinig zijn. Oké, slot openen zonder sleutel. Kom op. Ja, slot openen zonder sleutel. Goed, dan gaan we dus weer zo'n slotje openen. Dit heeft wel een mooi slotje. Het heeft zo'n assassin slotje eromheen. Oké. Kom op. Ja. En open, open. Open, 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 kom op, kom op. Wat zit erin? Ik ben nieuwsgierig, wat zit erin? Een zeil. Zit er nou serieus een zeil in? Wat zit erin? Verlaat de grot voordat hij instort. Oké. Maar wat zit er nou in? Nu weet ik nog steeds niet wat erin zat. Waarschijnlijk gingen we de verkeerde kant op. Ik dacht, we nemen dezelfde weg terug. Waarschijnlijk is dat niet echt helemaal de bedoeling. Oké, welke kant moeten we dan wel op? Ja, dat klinkt meer logisch, ja. Oké, verlaat de grot voordat hij instort. Het gaat hopelijk wel goed komen. En ik ben op zich best benieuwd wat erin zit. In zat, Connor. Dus als je dat ondertussen nog wil vertellen, vind ik het op zich een heel mooi ding om dat nu te doen. Want misschien zijn dit wel de laatste 1 minuut en 40 seconden die we hebben. Als we hier niet op tijd uitkomen. Dus blijf rennen. Gewoon rennen. Gewoon zwemmen. Doe wat je kan om hier uit te komen. Oké, kom op. Kom op. Het probleem is die... Die gangen zijn zo dun... Dat je dit soort versmallingen... Echt niet kan gebruiken.
Door dit soort versmallingen kan je er namelijk niet meer langs. En dan moet je echt hele andere wegen gaan nemen. Wel goed dat er heel veel wegen naartoe leiden. Maar alsnog. Kunnen we hier doorheen? Nope, dat neem ik aan als een nee. Kunnen we hier langs? Stort alsjeblieft even niet in. Oh, we kunnen hier langs, mooi. Oké, door blijven rennen. Connor, we hebben nog 50 seconden. Dat is echt veel te weinig. Vooral als dit soort dingen nog blijft gebeuren. Kom op. Kom op, we kunnen dit. We zijn al bijna bij de uitgang. Connor, nog 40 seconden. Dit gaat of heel close worden. Of we gaan het gewoon heel erg goed halen. 30 seconden. We hebben het gewoon weer net gehaald. Ja, dat... ja. Daar ben ik mee eens. Breng het pakketje terug naar Achilles. Kunnen we nu wel fast travelen? Of moeten we nog steeds lopen? We kunnen niet fast travelen. Oké, nou dan gaan we lopen. Vind ik ook goed. Lopen is gezond. Het is vooral leuk als je er een paard bij krijgt. Dan gaat het iets sneller. Maar lopen is gezond. 400 meter. Als wij gewoon eenmaal hier overheen zijn. Over deze rivier. Dan werkt het al een stuk sneller. Dan hoeven we niet meer... noem je dat? Allemaal rare bochten te maken. We kunnen gewoon dan in één keer door. Tenminste, volgens mij zit hier ook een rivier. Waar we overheen moeten. Ik weet niet hoe we dat gaan aanpakken. Oh ja, ik weet wel hoe we dit gaan aanpakken. Gewoon springen. Dan zijn we nog steeds nat. Nou ja, we waren toch nat. Dus op zich maakt het echt totaal niks uit. Goed, blijf rennen. Verkregen, 300 florijnen. Dat is mooi. Waarschijnlijk van het behalen van een missie. De IO's hebben waarschijnlijk een missie gehaald. Nou, knap gedaan. Jongens, knap gedaan. Nog een keer 300. Ja, van mij mag door blijven gaan hoor, maar... Waarvoor krijgen we al die 300? We hebben maar twee missies gedaan. Oké, nou, extra geld is altijd goed. Extra gratis geld is altijd goed. Is altijd mooi meegenomen. Oké, 160 meter. Dan ben ik echt benieuwd wat er in die kist zat. Dus waar wij ons leven net, zeg maar, opgewaagd hebben. Om door die hele instort naar de grot heen te gaan. Nog 100 meter en dan komen we erachter. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Oh, trouwens. Is me nog niet opgevallen, maar dat huis heeft gewoon 4 schoorstenen. Tenminste, 3 volgens mij aan deze kant en eentje aan die andere kant. Dus, 4 schoorstenen. Oké, in ieder geval, we lopen naar binnen. En Achilles, wat hebben je nou ons laten ophalen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Wat is het dat we hebben gehaald uit die kist? Trek aan de kandelaar. Ik blijf dit toch echt vet vinden. Dan blijf ik het echt vet vinden. Oké. Achilles, waar ben je? Ah, daar ben je. I have what you asked for. Ja, ik heb je zeil. I must know who put it there and for what purpose. I did. I put it somewhere I knew only I could reach. But that was a long time ago. Maar waarom zou je een zeil verstoppen? Who does that belong to? These were the robes of the first assassin to come to the colonies. Oh, dat zijn kleren. Oh, ze waren opgevouwen, waardoor het leek dat het een zeil was. Dat zijn vette kleren. Mogen wij ze ook dragen, meneer? Zou wel vet zijn. Oh, ons konvooi is trouwens nog binnen ook. Dat is mooi meegenomen. Missie voltooid. Ja, dus we hebben eigenlijk voor een pak ons leven gewaagd. Nou, ik vind het niet eens zo heel erg. Want een pak is best wel mooi. Een nieuw pak is best wel mooi om te hebben. Dan hoop ik ook dat we hem een keertje mogen dragen. Nou ja, in ieder geval... oh, hier staan al die paarden. Ik kon gewoon veel sneller. Daar naartoe, naar Norris toe. Zijn er trouwens nog... Ja, er is nog een dorpsmissie bijgekomen. Oké, dat lijkt me iets voor de volgende keer, jongens. Want we zitten nu alweer op de tijd. Dus ik ga tegen jullie zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Waarmee helpt het kanaal mee? Abonneer je nu nog niet zo geabonneerd. Ik ga deze ding weer zetten op een boog. Omdat ik dat iets handiger vind. Vooral in het bos. Omdat je dan op konijntjes kan jagen. In ieder geval, valt het voor mij nog maar eens zeggen wat het is. Doei!